De inhoud. De naam zegt het al, hoeveel ergens in kan. Een kubusje van 1 kubieke centimeter. Dus 1 centimeter lang, 1 centimeter breed en 1 centimeter hoog. En een balk van 4 bij 5 bij 3 centimeter. Dat betekent dat we daar 4 kubusjes naast elkaar in kunnen doen. Ook passen er 5 kubusjes achter elkaar. Op de bodem van de balk passen dus in totaal 20 kubusjes. En in de balk passen 3 lage kubusjes op elkaar. Dat zijn dus in totaal 60 kubusjes. De inhoud van de balk is gelijk aan 60 kubieke centimeter. De regel voor het berekenen van de inhoud van een balk of een kubus is: inhoud is gelijk aan lengte keer breedte keer hoogte. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat alle maten in dezelfde eenheid staan voordat je ze keer elkaar doet. Dus bijvoorbeeld alle maten in centimeters, zodat je de inhoud in kubieke centimeters kan uitrekenen. Ik heb een kastje van 3 bij 3 decimeter en het is 1,5 meter hoog. Wat is de inhoud van het kastje? Dan moeten we eerst alle maten in dezelfde eenheid zetten. In dit geval is het waarschijnlijk het makkelijkst om van 1,5 meter 15 decimeter te maken. Nu kan ik de inhoud uitrekenen door 3 keer 3 keer 15 te doen. Dat geeft 135 kubieke decimeter. En dat kan ook weer 135 liter zijn. Maar daar komen we later op terug. Natuurlijk zal je ook opdrachten tegenkomen die wat moeilijker zijn dan eenvoudigweg de inhoud van een balk berekenen. Neem deze plantenbak. De fabrikant wil graag weten hoeveel materiaal er gebruikt moet worden voor het maken van 1 plantenbak. Je moet hier nu zelf zien dat dit eigenlijk een kubus is waar een balk is uitgehaald. We berekenen het dan ook op die manier. Eerst de hele kubus alsof het 1 blok is. De inhoud van een hele kubus is 9 keer 9 keer 9, dat is 729 kubieke decimeter. Het stuk wat eruit is gehaald is 7 bij 7 bij 8. De inhoud daarvan is dus 392 kubieke decimeter. Dit is het stuk wat je uit de hele kubus moet halen. Dus 729 kubieke decimeter min 392 kubieke decimeter geeft 337 kubieke decimeter. De fabrikant moet dus 337 kubieke decimeter materiaal gebruiken voor het maken van 1 plantenbak. Mooi, nu heb je de basis van inhoud goed onder de knie. Er zijn nog een aantal dingen die van belang zijn bij het omrekenen van de inhoud. Daar gaan we het in de volgende video over hebben. En je hebt het weer gered tot het einde van deze video. Dit is het gedeelte waar ik je bedank voor het kijken en je graag herinner aan het liken en delen van onze video's. Oh ja, en ik zeg altijd graag tot de volgende keer.